shit. Eigenlijk ben ik nu fulltime MC. Ik bedoel, ik heb in het verleden heel veel dingen gedaan. Ik heb eigenlijk alle baantjes die je kan voorstellen, van lasser tot en met kokkie, sushi chef. Het zijn de dingen die je doet en de dingen die je zegt. Je maakt me helemaal gek als ik naar je kijk. Ik ben Johnny, ik ben Johnny, ik ben Johnny. Oh ja, wat ook grappig was, ik had altijd met quads tours over het eiland heen. Ik mis al die shit, man. Ik mis mijn vissen. Damn, ik mis die shit nog te meesten. Balaoo, Brado. That good life. Maar eigenlijk nu is muziek. Voor de rest ben ik werkeloos. That's all I'm doing now, man. What up, y'all? This is Johnny Bonner. A.K.A. Chico Loco, de vicepresident, Papitein, Arilex, lastig, maar noem me gewoon Johnny Bonner van de Mafinesca, vertel. Want veel mensen kennen mijn gezicht nog niet, maar tegelijkertijd ben ik old school. Dus ik ben nog van die tijd dat je nog op skiers rondreden in je straat, was ik gewoon. Ik was een lastpak, die van school werd getrapt, een vervelende klier waar iedereen last. De meeste mensen kennen me misschien van Chill Op Dan Tillen, die ik ergens in 2000 heb gedropt. Of sommige mensen kennen me van Immorales, van de Thriller remix. Tante Cosma, Asimi Mati. Ja man, ik weet het, ik heb fucking veel bijnamen, alias, a.k.a.'s altijd gehad. En nu ben ik op het punt gekomen dat het is alleen nog maar Johnny Bonner. Dus kom ook niet vragen of niks, nu weet je het gewoon voor altijd. Half dit, half dat, half wit, half zwart, half ik, half wat. Eigenlijk dat ik de groep jongens zat en ik kwam van Bonaire naar Amsterdam toe. En zo noemde iedereen me Bonaire en langzaam werd het Johnny Bonaire. Ik kom van Bonaire, met mijn familie, Yanga. Dus daar liggen mijn roots en ik denk dat het gewoon goed is om altijd gewoon bij te houden. Johnny Bonner, dat is wie ik ben. Dat is mijn hele stilo. Gewoon, je bent tranquil, rustig, pero. Ja, visie. Shit, fire. Swallow the lead. Ik ben weg uit Curaçao, niet uit eigen wil. Maar ik had een openstaande straf. En ik was gearresteerd in april 2008 op Bonaire. En toen moest ik het restant van mijn straf uitzitten. En toen heb ik eerst op Bonaire heb ik een tijdje en toen de rest in Nederland of zo ben ik in Nederland gekomen. Onder curatele. Het zijn eigenlijk 27 tracks, 69 minuten gemixt door DJ Kali. Achter elkaar gewoon lekkere zomerse hits. Echt Caribbean vibe erin. Het gaat van reggaeton tot hip-hop bangers. We hebben house track erin. We hebben met band, live shit. Papiman, Spaans, Nederlands, coinbroa. Is het gewoon? Ja. Je moet die shit gewoon checken, man. Als ze me vragen hoe het gaat, zeg ik goede dingen. Tegen dames. Collabos. Ik heb sowieso Immorales, Pimp, Iski, Jimbo Lee, Brainpower, MC Fit, een beat van Jazze, Kabalachi, Plomo, Fali Raas. Iedereen staat op die shit, man. Nieuw begin, nieuw huis, nieuwe naam. Eerst onder curatele pushen, zo hard het kan. Daarna Mafioneers album, ergens in 2010 of zelfs ervoor uitbrengen, die in de winkel ligt. We hebben net gisteren een videoclip opgenomen, ongelijk projectiel. Voor Paro's en shit, Kiddo-Si, Propaganda. Dus die komt uit, dan gaan we nog wat ik wil gaan we doen. Er zit ook een tour aan te komen. Terug naar Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Suriname. Dus dat is heavy. En we gaan een song, titelsong doen voor een documentaire film. Over een filmpje over Bonaire. Dus dat is ook wel spannend. Dat is zo'n beetje de toekomst. Loud music coming. Yeah, Johnny Bonaire, onder curatele. Check de mixtape. Mafioneers coming up real soon. Ja toch, Faro. Big up, DJ Kali, Ganja Inc. Gewoon, a lot of people's Immorales. Nou, ik ga niet eens weer die hele
Maar je weet van jezelf als je goede dingen doet. Johnny Bonner, was ik geen rapper, dan was ik Bonnerster. En heet ik Johnny Boner. Johnny is extraordinair, manipulair, radicaal als de rode Khmer. Mafionairs, oh yeah, ik voel me beter dan... Johnny Bonner, de mafionairs kan tellen. Nu kom ik in die gekke man. Johnny Bonner, zeg. Sorry, stem nog één keer, nog één is de laatste keer. Hoor ik niet de boete kan lopen. Hé.